Zou je zoeken? We zijn nu professioneel bezig, want die camera maakt het spannend. Nee. Hoe ik tot de keuze ben gekomen? Nou, ik werkte al als een medewerker van Thuis op Straat voordat ik aan de studie begon. En eigenlijk was het gewoon een kwestie van afvinken. Ik was niet geweldig met cijfertjes. Ik vond het wel leuk om iets met mensen te doen. Dus kwam ik al sowieso op het sociale werkvlak terecht. Ik had geen zin in problematieken. En ik had iets met preventief werken en dan kom je heel graag bij CNP terecht. Totaliteit, bijna 5 jaar bezig met het werk zelf in deze sector. De organisatie Thuis op Straat zet zich in voor sociale cohesie binnen wijken en bepaalde deelgemeentes. Doen we eigenlijk bij Thuis op Straat. We zetten ons in voor de sociale cohesie binnen wijk en voor sport en spelactiviteiten. Ga je daar voor staan? Kos! Voel me thuis op straat! Bestaat niet echt, maar de doelstelling van het Haagse Popcentrum is het bevorderen van popmuziek in Den Haag en dus de Haagse popmuziek. Wat ik hier doe, dat is het programmeren van het opstappodium. En goed, bandjes neerzetten. Ik ben educatiemedewerker. Verder ben ik barcoördinator. Ik stuur inmiddels een team aan van 35 vrijwilligers. Dat zijn dan en het barteam en de techniek ook nog. En de techniek doet dan samen met het hoofdtechniek en dan ja, de dokter. Nog een laatste vraag. Wat had jij The bad, the winner, the bad, the bad, the bad, the winner, the bad, 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 the b
We zijn hier om een interviewtje op te nemen. En dit is de test om te kijken of het allemaal goed gaat. En we hebben deze geweldige locatie. En nu hopen we dat het goed te horen is. Ja? Ja. Hoe was het? Wij moeten natuurlijk het ook over de competenties hebben. Je had het net over de sociale kant, dat het je al in je bloed zat. Maar welke competenties heb je nou echt nodig gehad in al je dingen die je hebt gedaan? Jeetje, echt nodig. Ja, dat ligt ook per vak. Ik denk dat voor een CMV heel belangrijk is dat je verder kijkt dan dat je neus lang is. Dus je hebt een doos en die doos kan je op één manier vastpakken en neerzetten en denken, nou, dat is een doos. Maar je kan hem ook schuin zetten, indeuken, weet je, je kan met dingen verschillende kanten op. En ik vind een CMV'er het belangrijkste, zeker omdat je met heel veel mensen werkt, belangrijk dat je dingen van verschillende kanten op. Je had net over die uitdagingen. Kun jij even een uitdaging noemen die je recent nog bent tegengekomen dat je dacht, zo, dat is een uitdaging, die ga ik aanpakken? Nou, een van mijn grootste leermomenten in mijn carrière, is dat toen ik net begon, dan doe je projecten voor mensen en dan wil je dat iedereen blij is. Maar dat kan niet altijd. En soms heb jij bedacht dat ze over dat paardje moeten lopen. En hun denken, ja, gek Henk, ik ga niet over dat paardje lopen, ben je gek geworden. En dan dacht ik altijd, oh shit, weet je, ik heb het niet goed bedacht. Ik had het nog moeten voorzien. Nee, dat kan je niet voorzien. Het leuke is, als je daar, ik zat zeg maar als een bereidster op dat paard, zwaar met die teugels zo. Van oké, dit is het weggetje wat we gaan lopen. En door die meerdere ervaringen leerde ik dat ik die teugels kon laten vieren. En wat gebeurde daar? Daar ontstonden de mooiste dingen uit. Dus gewoon alert in ondernemen. Nou, kijk! Nou, dan zijn we helemaal weer rond. Ja, heeft dat ook te maken met... Zet. Heb je even? Klaar. Maar heeft dat ook te maken met dat kan ook. Officieel ben ik medewerker informatievoorlichting en advies. Ja. Ik wil het ook wel even kort toelichten. Ja. Maar sowieso verkennen, onderzoeken en analyseren, dat is wel heel belangrijk. Je werkt met een hele specifieke en kwetsbare doelgroep. Mm-hmm. Dus belangrijk dat als jij aanbod wilt gaan ontwikkelen, dat je inderdaad gaat onderzoeken wat nou eigenlijk bij de doelgroep past. Ja. Dat je dat een beetje gebruik maakt om bestaande onderzoeken, maar eventueel ook eens zelf een onderzoek instellen.